Een keer in Rotterdam, hoi. Goedemorgen mensen, welkom bij een nieuwe vlog van Goedendag. Wij zijn nu bij het terras, blijkbaar. En vandaag gaan we auto's kijken. We zijn nu binnen bij het circuit van Assen. En nu staat Aston Martin dan. Daar wordt het wel. Dat is wel dik. En een Lambo Genie daar. Hier. Die deur ook die zo omhoog gaat. 900. Ik ben te huur. Kunnen we hem huren? Nee. Kijk, een Lambo. Dat is schon eine unfassbar starke Zeit. Ich glaube, am Wochenende hier die schnellste Zeit, die je gefahren wurde hier am Wochenende. Scoop hierbei. Deze auto. Hier staat. Die ene YouTuber. Die is hier ook. Zo. Ik weet niet of ik ook al verstaan, maar hier staan nog twee auto's van hem. Een Tesla en een Audi R8. Twin Turbo, als ik het goed heb. V10. Kijk, weer spiegeling. V10, een mooi geluid heeft deze. Hier, kijk. Kijk die uitlaten, joh. Deze auto is vind ik echt wel mooi. Ik weet niet precies hoeveel pk die heeft. Nee hoor, wil je het erop? Ja, tuurlijk. Yo. Yo. Hoeveel pk heeft die? Weet je dat? 1040, rond de 1040 zeker. Nou, rond de 1040 pk heeft die Audi R8. En we maken het een mooi geluid. Of niet, Gregor? Oh,
mogen horen in de Cathedral of Speed. Ladies and gentlemen, okay, ready? Supercar Sunday, laat je horen! Mustang van een TikToker. Kijk.
er staat dus Gregor. Toet er aan, toet, toet. Oké. Want, wat heb je gezegd? Ja, weet ik. 17. Drie uur, nog even. Maakt wel mooi geluid hoor. Achterkant. Een mooi kleurtje dit. Maar we zijn weer van de tribunes af. En je bent nog net niet dood als je daar zit. In Porsche is dus echt erg met het geluid. Maar kijk, er staat een mooie line-up. GTR, BMW, Ferrari, Mercedes, Ferrari, Porsche en nog een of andere naam. Dus dat is hier wel genoeg. Warrior. Mercedes C63 AMG, zo dik, en deze Mercedes A45, maar deze is denk ik wel iets dikker. En dan de GTR, Nissan GTR. Dus genoeg gelopen hier vandaag. En dit ding. Heeft een aardige uitdaging aangenomen met deze ANGPL. Komt hier hoor. Zowel beukers. Maar het mooie is wel, hij gebruikt hem ook wel. Dit is niet iets waar je zo mee in kan stappen. Heb je daar een training voor gehad, geoefend in de tuin bij je achter? Ja. Nou, we zijn serieus begonnen in de tuin door hem eerst te leren starten en alles. En wij zijn dinsdag voor het eerst, afgelopen dinsdag, op Scream Mappen geweest. Want het is natuurlijk een ding wat heel veel geluid maakt. Dus het is een bijzondere dag vandaag op TT Assen met Supercar Sunday. Want we hebben een geluidsdag! Yippie! En anders mag je dus niet in Nederland rijden, dus het is heel moeilijk om met dat ding te trainen. Dus ik ben zo, we zijn nu bij de tribune aangekomen hier. En zoals je het hoort, komt er een auto voorbij. Maakt een geluid, jongen. Zo net kwam die Joël Beukers met zijn even. Ja. Kwam Joël Beukers met zijn Formule 1 auto kwam hier voorbij, joh. Dat maakt een kabaal. Wow. Maar nu gaan we lekker auto's kijken hier. Kijk, daar zijn nog meer turbine. Maar hier zit echt niemand. Daar wat mensen en daar staan wat mensen. En dan komen weer auto's aan. Dus we gaan lekker doof worden, zoals ik net zei. Ja, veel kijkplezier. Thank you.
Bugatti. Een Bugatti. Oh jongens, daar staat ik heen. Bugatti jongens. Er staat nog een dikke R8.
Mooi joh. Kijk, we lopen in de tunnel. En het echo ook hier.